kapitein Haddock, Ma Flodder, Winston Churchill. Whisky vind je in alle milieus. Meer dan 1 miljard flessen whisky worden elk jaar verkocht en dat is eigenlijk best wel veel. Er zijn honderden merken, maar in Amerika is er één die beter verkoopt dan alle anderen. Terwijl het nog steeds op dezelfde manier en met dezelfde simpele ingrediënten wordt gemaakt. Maar hoe doen ze dat? Dit is Lynchburg, Moore County, Tennessee. Het is een rustig, gezagsgetrouw stadje waar het drinken van alcohol verboden is. Al bijna 100 jaar sinds de drooglegging is er in Moore County geen druppel alcohol te krijgen. Maar het feit dat je hier geen alcohol mag drinken, betekent niet dat je het niet mag maken. En dat komt goed uit, want in Lynchburg staat de wereldberoemde distilleerderij van Jack Daniels. Maar waarom bouwde die goede oude Jack zijn fabriek hier, in wat de inwoners de Hollow noemen? Het antwoord is te vinden net achter zijn standbeeld. Uit deze bron komt iedere minuut 3000 liter schoon water. Het water wordt in de grond gefilterd door kalksteen, waardoor er geen ijzer in zit. En dat is belangrijk, want zelfs maar een vleugje ijzer geeft een nare, metaalachtige smaak aan whisky. Maar voor goede whisky is helder bronwater nog maar het begin. Om alcohol te produceren heb je graan nodig. De combinatie van verschillende soorten graan bepaalt de uiteindelijke smaak van de whisky. Meesterstoker Jeff Arnett legt het even uit. We're 80% corn. And corn will make Jack Daniels a sweet whisky. We'll do about 12% malted barley. It will give us a light cereal character. The last grain that we use is rye, and rye is a very bold, peppery, spicy grain, so this will provide a little bit of a zest. De gemalen mais, gemouten gerst en roggen worden gemengd met bronwater tot een warme, dikke pap. Binnen een paar uur breken enzymen het zetmeel van het graan af en zetten dit om in suikers. Maar deze zoete pap verandert niet vanzelf in alcohol. Er is nog één belangrijk micro-organisme nodig. Gist. In deze reuze fermentoren van 150.000 liter wordt de vloeistof gemengd met de gist die over is van de laatste fermentatie. En dan doet moeder natuur de rest. Er volgt een biologisch proces waarbij de gist de suikers opeet, waardoor er alcohol en kooldioxide vrijkomt. En door deze moleculaire vreetpartij lijkt het alsof de fermenterende zetmeel kookt. This is barely above room temperature right now. It looks like it's boiling. But what you're seeing is all the CO2 being expressed as the yeast are taking the sugars from the grains. We're working from the yeast that we've had since Prohibition, so since the late 1930s. Door steeds de gist van de laatste fermentatie te gebruiken, produceren ze de whisky nog altijd van dezelfde stam. Het probleem met gist is alleen dat het in de loop der jaren evolueert. En dat kan de smaak weer veranderen. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, heeft Jeff monsters van zijn speciale gist ingevroren op minus 125 graden. Deze monsters zijn ergens in Amerika opgeslagen op geheime locaties. We can always go back to a frozen preserve culture that keeps Jack Daniels this year and hopefully 100 years from now it'll be exactly the same. Na 6 dagen is de meeste suiker omgezet in alcohol. Het mout is nu niet zoet meer, maar zuur. En daarom heet het Sour Mash Whisky. Een deel van de pap verdwijnt in de volgende fermentatie, terwijl de rest het veevoer ingaat. De vloeistof die overblijft is geen whisky, maar zogenaamd gedistilleerd bier. Om dit slappe bier in sterke drank te veranderen, moeten ze de alcohol van het water scheiden. Het proces begint door het bier net onder het kookpunt te brengen. Daarna gaat het in een koperen distilleerketel. Als het bier 78 graden bereikt, verdampt vooral de alcohol en niet het water. Water begint pas te koken bij 100 graden.
De alcoholdamp stijgt naar de bovenkant van de ketel en wordt via een pijp afgetapt, waarna het afkoelt en condenseert tot deze heldere vloeistof. Het eindresultaat is drank met een alcoholgehalte van 67,5%. Dit is wat ze groene whisky noemen. En groene whisky smaakt afschuwelijk. De oplossing is filteren. En daar heb je, jawel, houtskool nodig. En om de unieke smaak van deze whisky te krijgen, neem je niet zomaar houtskool. Ze gebruiken dezelfde soort kool die het bedrijf 150 jaar geleden al gebruikte. Dit hout is afkomstig van de suikeresdoren, waar ook maplesirup van wordt gemaakt. De bomen worden gekapt in de herfst als hun sapgehalte het laagst is. Dan worden ze in 2 meter lange balken gezaagd en 12 maanden gedroogd in de zogenaamde rickyard. Om er houtskool van te maken, gaat de fik erin. Maar hier gebruiken ze geen aanmaakblokjes of spiritus voor. Hier gebruiken ze iets vlambaars waar ze in Lynchburg een oneindige voorraad van hebben. Ruwe whisky. Zodra de whisky is aangestoken, vat het droge hout vlam. Maar het mag niet te lang branden, anders wordt het as. Na een paar uur doven de houtskoolbranders het vuur met het lokale bronwater. Als het eenmaal is afgekoeld, wordt het opgeschept en naar de filtervaten gebracht. De groene whisky wordt over de kolen gegoten en sijpelt heel langzaam door de houtskool heen. Het duurt zo'n 10 dagen voordat de whisky door de houtskool heen gefilterd is. En als het eruit komt, heeft het een zachte en, ja, iets wat rokerige smaak. Maar gefilterde whisky is kleurloos en heeft nog te weinig smaak. Deze eikenvaten moeten daar verandering in brengen. De binnenkant van de vaten wordt verschroeid, waardoor de aanwezige houthars karamelliseert. De hars reageert met de alcohol en dit voegt aroma toe aan de whisky. In de Vulstraat vullen ze zo'n 500 vaten per uur met ieder 200 liter whisky. Als de vaten zijn gevuld en gekurkt, rollen ze de trucks in en gaan ze naar het Barrel House. In dit vatenpakhuis worden de vaten 3 lagen hoog opgestapeld. Het grootste pakhuis is 7 verdiepingen hoog, genoeg voor 20.000 vaten whisky. En dit is nog maar 1 van de 74 pakhuizen in totaal. Volgens de Amerikaanse wet moet whisky minimaal 2 jaar rijpen. Maar hier laten ze de whisky 4 jaar lang met rust. De whisky in dit barrelhouse heeft nu 4 jaar gelegen en zou klaar moeten zijn. Maar de whisky wordt pas gebotteld als Jeff dat zegt. Hij inspecteert de vaten, gewapend met een fles, een glas en een ouderwetse handboor. What I look for, and especially a very mature whisky, is a brownish hue or an amber color that almost approaches a red. Pretty much ready for the bottle. I'm very, very pleased with what I'm seeing in it. De meeste flessen zijn een mengsel of blend uit verschillende vaten. Maar de flessen uit dit vat niet. Dit wordt een sterkere variant, de zogenaamde single barrel whisky. Na alle tijd en zorg die er in de whisky gegaan is, mag er nu geen druppel meer verloren gaan. Eerst worden de flessen gecontroleerd op imperfecties. Daarna worden ze gewassen. En uiteindelijk mengen ze de single barrel whisky met wat bronwater om het brandende alcoholpercentage van 59% terug te brengen naar een subtielere 47%. De flessen worden gevuld, dan worden ze ingepakt en verscheept naar liefhebbers en zuiplappen overal ter wereld. Nou ja, bijna overal. Want in Moore County is de verkoop van alcohol nog steeds verboden. Sorry jongens,